Hoi, mijn naam is Rick en welkom bij deze aflevering van Skill. En in deze aflevering gaan we het hebben over een stukje tactiek dat de röntgenaanval heet. Een röntgen klinkt heel ingewikkeld, maar ik zal even heel simpel uitleggen wat het precies is. Het lijkt namelijk heel erg op een penning. Het grootste verschil met een penning is echter dat bij een röntgen het duurste of belangrijkste stuk voorop staat in de penning. Zoals in dit voorbeeld staat de koning voor de dame in deze penning. En de koning is het belangrijkste stuk in een schaakspel. Hierdoor moet de koning in deze röntgen opzij, waarna we dan de dame eraf slaan. Doordat het belangrijkste of het duurste stuk in een röntgen altijd voorop staat, heeft een röntgen bijna altijd een dwingender karakter dan de penning. Door het belang of de waarde van het stuk dat wordt aangevallen, zal jouw tegenstander er bijna altijd iets aan moeten doen. Omdat de röntgen, net als de penning, wel over langere afstanden gaat, kunnen alleen de lange afstandstukken, dus de dame, de toren en de loper, deze uitvoeren. Door de aard van de röntgen zijn er bij dit stukje tactiek slechts twee doelen. Een röntgen met twee stukken en een röntgen met de koning en een stuk, zoals we dat in dit voorbeeld eerder al zagen. Een röntgen met een stuk en een matveld komt bijna nooit voor. Maar ik heb er een voorbeeldje van kunnen verzinnen, dus die zal ik aan het eind van deze video nog even laten zien. We gaan door naar het eerste voorbeeld. Hier is het doel weer twee stukken. Dus we zoeken naar een röntgen waar het doel is twee stukken. Zwart is hier aan zet en je krijgt van mij weer 5 seconden om je video even op pauze te zetten en op zoek te gaan naar de oplossing. Zwart moet hier toren D8 spelen. Het maakt hiermee een röntgen op de dame en de toren. En omdat de dame meer punten waard is, is dit dus een röntgen in plaats van een pen. Omdat de dame ook zoveel punten waard is, zal zwart hier wat moeten gaan doen. En op het moment dat hij de dame bijvoorbeeld wegspeelt, slaan we de toren. Slaat de dame onze toren op D8, krijgen we weer dat we een voordelige ruil en meer verdedigers dan aanvallers met dit onderwerp gaan combineren. Als de dame namelijk slaat, slaat zwart met de toren terug. En als wit dan nog een keer slaat, slaat zwart nog een keer terug. En daarbij is het dus ook weer van belang dat je bij dit onderwerp meerdere onderwerpen uit eerdere video's gaat proberen te combineren. En we gaan alweer door naar het tweede voorbeeld. Hier is het doel de koning en een stuk. Ook hier is zwart aan zet en ik geef je weer 5 seconden. Hier moet zwart toren G5 spelen. Dan maken we een röntgen op de koning en de toren. Wat ik al zei, een röntgen heeft vaak een dwingend karakter, omdat het vaak voorkomt met schaak. En ook daar komt dan weer de kracht van schaak naar voren. Hier in dit geval moet wit wat aan de röntgen doen, waarna zwart de toren zal pakken. Bijvoorbeeld, de witte koning loopt weg naar F4, waarna zwart de witte toren op A5 slaat. Dus zeker bij een röntgen komt vaak de kracht van schaak naar voren. Wat al blijkt uit deze twee voorbeelden, en wat ook eigenlijk de aard van de röntgen is, omdat er een duur of een belangrijk stuk voorop moet staan, zijn bij een röntgen vaak de koning en de dame de doelen waarop je wil gaan aanvallen om een röntgen uit te voeren. Het kan ook echter voorkomen met goedkopere stukken. In dit voorbeeld maakt zwart bijvoorbeeld een röntgen op het paard en de pion. Het paard is meer punten waard en staat voorop, dus is dit een röntgen in plaats van een penning. Maar omdat je dus vaak een heel duur stuk of de koning aan wil vallen, komt dit gewoon minder vaak voor bij een röntgen. Dat is gewoon de aard van deze aanval. Ook bij een röntgen kunnen er signalen zijn dat deze in jouw stelling kan zitten. Deze zijn dat dure stukken op dezelfde horizontale, verticale of diagonale lijn staan als de koning of andere stukken. Daarnaast blijven gratis stukken of ongedekte stukken ook bij een röntgen hele goede aanvalsdoelen. Dus ga naar deze signalen op zoek in jouw schaakpartij. Tot slot nog even het voorbeeld van een röntgen met een matveld en een stuk. Wat ik al zei, deze zullen echt heel zelden voorkomen. Ook hier heb ik nog best wel lang op moeten puzzelen om er eentje voor elkaar te krijgen. Maar dit is bijvoorbeeld een röntgen waar wit eerst het matveld op B5 aanvalt en daarna de dame, waardoor dit dus een röntgen is. Maar wat ik al zei, dit voorbeeld zal heel weinig in jouw partij voorkomen. Samengevat hebben we het volgende behandeld in deze aflevering. We hebben behandeld wat een röntgen is,
Wat het grootste verschil is met een penning, dus dat het dure stuk of het meest belangrijke stuk in deze voorop staat, waardoor de röntgen een dwingender karakter heeft dan de penning. We hebben besproken wat de twee doelen zijn in een röntgen. En tot slot hebben we besproken wat de signalen kunnen zijn dat een röntgen in jouw stelling kan zitten. Aan het eind van deze aflevering zal er een opgave in beeld verschijnen die je zelf kan proberen op te lossen. Daarnaast zal in de beschrijving staan op welke pagina's van de stappenboekjes en een link naar een website staan waar je verder kan oefenen met de onderwerpen uit deze aflevering. Zet tot slot het antwoord van de opgave die in beeld verschijnt in de comments en ik zal aangeven of deze oplossing juist is of je anders tips geven om de opgave wel goed op te kunnen lossen.